En daar die beentjes die je daar ziet. Ik heb nu al zin om te stoppen. Goedemorgen, de vlog begint anders dan je misschien had verwacht. Want ik ga eerst lekker sporten. We gaan vanavond laat pas. Dus ja. Oh, K3. Oh nee, het is niet K3. Dus ik kan nog even lekker sporten, want ja, dat kan ik verder deze week niet. Ga nog even lekker. Ik ga bodypumpen. Dat is een workout met krachttraining. En vind ik altijd een hele leuke workout. Yannick is natuurlijk bij de kinderen, dus ja. Ik kan nu lekker in de ochtend sporten, wat normaal dus niet kan natuurlijk. Een paar uur verder. Ik heb een super lekker boterham gemaakt. Met tomaat, komkommer, een eitje en wat geraspte kaas. Lekker. Ik ga even boodschappen doen voor de vakantie. Ik heb even Yannick's auto mee, zodat Yannick mijn auto kan inladen. Ik ga met mijn auto op vakantie. Wat is wat groter. Ik ga broodjes halen. Oh, broodjes halen, beleg, lekkere dingetjes voor onderweg. Dat soort dingetjes. Dus, en ik ga ons dus al een beetje beginnen met inpakken van alles in de auto. En daarna ga ik beginnen aan het inpakken van mijn kleding en Amy's kleding. En Yannick heeft zijn eigen kleding en Lana's kleding. Dus zo verdelen we dat. Laten we even boodschappjes gaan doen. So remember when we were driving in your car, speed so fast that like I was drunk. See the lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. I had a feeling that. De boodschappen zijn gedaan, zoals je zag, lekker veel, moesten best wel hebben, luiers, broodjes en dat soort dingen, maar ik heb ook lekkers meegenomen, zoals snoepjes en dat soort dingen, want vakantie moet het kunnen. Dus, en we gaan 's nachts rijden vannacht, en wat gebeurt er als je moe bent 's nachts en je moet auto rijden, dan word je moe en heb je zin in zoetigheid. En dat hebben we dan bij de hand. Time to pack until it's full. Nee, het is maar voor een paar dagen. Dus de ene kant is voor Amy, de andere kant is voor mezelf. En dan heb ik nog deze vakjes. Dus ik ga nou inpakken. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Eten. We hebben restjes. Dit heeft Yannick al een keer eerder gemaakt. Dit is fried rice. Dus dat is rijst gebakken met mais en allerlei groenten. Zoals prei en zo, champignons en ertjes en kool. Gemarineerde kip. Lekker bij. Die gaan we lekker opeten. Amy ligt hier lekker. Amy ligt hier lekker. En de pakkie aan. En de pakkie aan. En wij gaan fruit eten. Lekker meloentje. Ik hoor niet. Hoef je niet? Nee. Mama wel hoor. Het is nu 7:15 's avonds en Yannick gaat nog even slapen. En dan ik denk dat we over anderhalf uurtje ongeveer vertrekken. Alles is in principe in de auto en nog maar een paar laatste dingetjes. Dus dan kunnen we lekker gaan. Wat ben je aan het doen, Lana? Doe je alles in de tas laten, schat? Nee. Nee? Ik zie eruit alsof ik ga sporten. Maar dit is gewoon echt een super relaxed outfit. Lekker warm. En ja, het is toch mijn auto. We zijn nu alles aan het inpakken. Of eigenlijk de laatste dingetjes en de kindjes. En voor Lana hebben we al het schermpje klaar. Ja, dat is Elsa, hè? Dat kan ik zien. Ja. En Amy zit daar. Zoals ik al zei, we zitten in de auto. Kindje zit erin. Lana, Amy. En de film staat al aan. Bij mij en bij Lana. Maar kijk, ik niet. Tenminste, Frozen heb ik al iets te vaak gezien. Maar Yannick is de TomTom aan het instellen. En dan kunnen we lekker gaan. Het is nu ongeveer 10:00 s'avonds geloof ik. Dus we willen verwachten. Het is eigenlijk 9:00 rijden. Zuid-Frankrijk, maar ja, we stoppen natuurlijk iedere 2-3 uur om te voeden, te verschonen, even benen te strekken, even Lana even in het stoeltje, etc. Dus we verwachten dat we ongeveer 12:00 onderweg zijn. Dus morgen 10:00, 11:00. Misschien is het nog even ontbijten, dat soort dingen. Dus ja, let's go! Ik heb nu al zin om te snoepen. Wil je ook wat? Zo lekker.
deze fudge proeven met salty caramel. Nou, van Johnny Doodle kenden wij de chocolade al, hè? Ja. Wat vonden we daarvan? Helaas wel. Wat vonden we daarvan? Ik vond het niet goed. Dat is gewoon veel te lekker. En dit is de caramel. Salted caramel. We zijn nu in Luxemburg op een parkeerplaats en ik heb even dat toilet en we staan nu op de parkeerplaats waar we echt altijd gaan staan als we Frankrijk gaan, dan gaan we altijd weer Luxemburg, hetzelfde parkeerplaats. We zijn een beetje van die gewoonte dieren die dan steeds dezelfde plek kiezen. Dus nu ook, ik ga eventjes naar het toilet, zo de dames eventjes verschonen en dat soort dingen. En daar, die beentjes die je daar ziet, die zijn van Amy. Want Janique heeft daar een aankleedkussen gelegd en is haar aan het verschonen. Hey. Hey. Dat is toch wel makkelijk op ja, hè? En bij deze ga ik de vlog van vandaag afsluiten. Morgen zien jullie hoe het hier verder gaat. En wij gaan verder rijden naar Frankrijk. En jullie zien morgen onze verdere reis naar Frankrijk. En wel Frankrijk. En onze avonturen daar. Dus kijk morgen zeker. Vind je deze vlogreeks leuk? Doe een duimpje omhoog. Ja. Zien wij jullie de volgende video weer. Sowieso. Doei. Tot morgen. Tot morgen. Vandaag, morgen. Vandaag, wat het ook is.